Hierbij open ik deze academische zitting waarin Manon Joyce de Dorsthout het academisch proefschrift getiteld Next Level Tibial Nerve Stimulation, the Treatment of Overactive Bladder Syndrome in het openbaar zal verdedigen. Mag ik u verzoeken een samenvatting te geven van die proefschrift? Dank u wel, meneer de prorector, leden van de oppositie, promotoren. Welkom aan iedereen hier aanwezig en iedereen die met de livestream meeluistert. De komende 15 minuten zou ik graag een samenvatting van mijn proefschrift willen geven, getiteld Next Level Tibial Nerve Stimulation in the Treatment of Overactive Bladder. Graag zou ik willen starten met het probleem van vandaag, de overactieve blaas, oftewel Overactive Bladder of OAB afgekort. Op het plaatje ziet u een normale blaas aan de linkerzijde. Aan de rechterzijde ziet u schematisch weergegeven een overactieve blaas. Patiënten met een overactieve blaas karakteriseren zich het meeste door onderstaand figuur. Rennend naar het toilet, waarbij ze meestal net wel of net niet het toilet halen. En dat gebeurt, kan de hele dag door gebeuren door de aandrang en zowel ook in de nacht. Voordat we dit constateren moeten we natuurlijk wel eerst andere pathologieën uitsluiten, zoals bijvoorbeeld een blaasontsteking. De oorzaken van de overactieve blaas werden van oudsher drie grote theorieën bedacht. Problemen met de zenuwen, problemen met de blaasspier of problemen met de binnenbekleding van het blaaslijmvlies. Echter, de afgelopen jaren zien we toch door het verschil van aantal artikelen dat het niet meer zo zuiver is als dat we misschien van tevoren hadden gedacht. Het eerlijke antwoord is dus dat we de oorzaak van de overactieve blaas niet weten. En dat maakt ook gelijk de behandeling een stuk lastiger. De behandeling op dit moment is op symptomen gericht en niet op de oorzaak. Op deze dia ziet u alle behandelmogelijkheden. Aan de linkerzijde de niet ingrijpende behandelingen, aan de rechterzijde de meest ingrijpende behandelingen. In mijn proefschrift heb ik me gefixeerd op tibiale stimulatie. Maar voor de volledigheid zou ik u toch kort alle behandelmodaliteiten willen bespreken. Beginnend met medicatie. Nadat bekkenbodemfysiotherapie en lifestyle trainingen niet het gewenste effect hebben gegeven, is medicatie de eerste lijn van de volgende behandeling. Ondanks dat medicatie zijn effect heeft bewezen over de jaren, is het toch zo dat 70% van de patiënten binnen 1 jaar stopt met medicijnen. De voornaamste reden van het staken zijn de bijwerkingen. Een van de voornaamste redenen waarom patiënten stoppen is een droge mond. Een andere vervelende eigenschap waardoor patiënten niet continueren met medicatie is het feit dat het relatief lang duurt voordat medicatie zijn maximale effect heeft bereikt. Kortom, genoeg ruimte voor verbetering, zullen we maar zeggen. Een volgende behandeling zou kunnen zijn een behandeling met onabotulinumtoxine A-injecties, oftewel afgekort botox-injecties. Aan de rechterzijde ziet u schematisch een weergave van hoe dat in zijn werk gaat. Deze behandeling wordt op de polykliniek uitgevoerd en er wordt met een kijkertje in de blaas gekeken en op diverse plekjes een gedeelte botox achtergelaten. Botox verlamt de zenuwen die de spieren aansturen en daarmee de onwillekeurige samentrekkingen van de blaas wordt verminderd. Patiënten die voor een botoxbehandeling gaan, moeten dit iedere 6 tot 10 maanden herhalen, want daarna is het effect uitgewerkt. Een van de grote nadelen van botox is het feit dat botox soms ook iets te goed kan werken, waardoor patiënten niet volledig uit kunnen plassen of helemaal niet meer kunnen plassen. Feit is dan dat patiënten kortdurend zichzelf moeten katheteriseren om de blaas leeg te maken. Kortom, opnieuw een nadeel van de behandeling, waardoor we nog steeds op zoek zijn naar de ideale behandeling. De volgende behandelingen die ik met u bespreek zijn behandelingen die in de huidige therapierichtlijn na tibiale stimulatie staan. Deze behandelingen zijn ingrijpender dan tibiale stimulatie. Ik zou graag willen starten met sacrale stimulatie. Sacrale stimulatie, sacrale neurostimulatie of SNS, wordt in de volksmond ook wel de pacemaker van de blaas genoemd. Deze pacemaker ziet u aan de rechterzijde weergegeven met daarbij de geleidedraad. Deze geleidedraad loopt tot bij het heiligbeen en stuurt daarmee de zenuw aan die de blaas ook innerveren, waardoor de blaas wat rustiger wordt en de onwillekeurige samentrekkingen van de blaas minder goed plaatsvinden. Het feit waarom deze behandeling invasiever is dan de daarvoor besproken behandelingen, is vanwege dat deze behandeling met een operatie dient te gebeuren.
Wanneer geen van de besproken behandelopties werkt, hebben we eigenlijk alleen nog de grotere chirurgie nog voorhanden. En een van de mogelijkheden die we dan hebben, is een blaasvergroting met een stukje darm, zoals je hier schematisch ziet weergegeven. Een andere behandelmodaliteit is het urinestoma, waar ook diverse mogelijkheden zijn, maar meestal bekend vanwege het zakje op de buik. Dan zijn we nu aangekomen bij tibiale stimulatie, het onderwerp van mijn proefschrift. Het gebruik van elektriciteit in de medische behandelingen is niet iets van de laatste jaren. Het werd voor het eerst al beschreven in 46 na Christus door Scribonius Lagus. Destijds werden er torpedovisjes gebruikt, en welke werden aangebracht op het aangedane lichaamsdeel, waardoor er een doof gevoel optrad en daarmee de klachten verminderde. Met de komst van de batterij werden die torpedovisjes natuurlijk compleet overbodig in de 17e eeuw. Echter werd het gebied wel steeds breder het gebied wat we konden onderzoeken steeds breder, resulterend dat in de jaren 80 voor het eerst werd geëxperimenteerd met tibiale stimulatie. Wat is nou percutane tibial nerve stimulation, PTNS? Waar heb ik het de hele tijd over? Zoals je aan de rechterzijde weer een schematisch figuurtje kunt zien, wordt PTNS beschreven. Er wordt met een naaldje de enkel gestimuleerd en deze zenuw loopt helemaal tot aan boven bij het ruggenmerg. Deze stimuleert opnieuw de zenuwen bij de blaas en zorgt ermee dat die onwillekeurige samentrekkingen minder vaak voorkomen. In de praktijk is het zo dat patiënten 12 weken lang gedurende 30 minuten naar het ziekenhuis komen om elektrisch gestimuleerd te worden aan het onderbeen. Vervolgens wordt daarna met de uroloog bekeken hoe de effectiviteit is en of de patiënt doorgaat voor onderhoudstherapie. Deze onderhoudstherapie is eigenlijk dezelfde therapie als dat we eerder besproken hebben, echter minder frequent en blijf je continueren. Zonder onderhoudstherapie geen effect. In mijn tweede hoofdstuk beschrijf ik de lange termijn resultaten van de zojuist besproken PTNS. Ik heb een studie gedaan met 402 patiënten in het Rijnstaatse ziekenhuis. Daarbij zagen we dat 57% van de patiënten doorgaat met de behandeling. Een stuk 6 zoom ik verder in
op een van de implantaten welke we in een technisch review hebben bekeken, het Bluent implantaat. Aan de rechterbovenzijde ziet u de implantatieprocedure, waarbij er een klein sneetje net boven de enkel wordt geplaatst. Linksonder ziet u het implantaat ten opzichte van de onderbeenzenuw. In het midden ziet u het röntgenplaatje met in het rode cirkeltje het implantaat. En rechtsonder ziet u hoe de patiënt de daadwerkelijke stimulatie thuis zal starten en gebruiken. In mijn zesde hoofdstuk heb ik gekeken naar de langetermijnresultaten van dit implantaat. De 6 maanden resultaten waren reeds eerder al gepubliceerd en zijn in het groen weergegeven. Wat ik heb gedaan is dat ik heb gekeken naar de langetermijnresultaten en dus de 3-jaarsresultaten. Waarbij we zien dat persisterend een groot aantal patiënten goed effect hebben van een Bluent implantaat. En dus een goed effect hebben van de effectiviteit van het implantaat. Daarnaast wordt dit ook bevestigd door de vragenlijsten welke werden gesteld vanwege de kwaliteit van leven. In mijn laatste hoofdstuk heb ik gekeken of we kunnen voorspellen voor wie het werkt. Want dat zou natuurlijk ultiem zijn als we kunnen van tevoren kunnen zeggen voor wie welke behandeling het beste werkt. Waar we hebben naar gekeken is of er patiëntspecifieke eigenschappen zijn, welke mogelijk kunnen zeggen of een implantaat, PTNS-implantaat van tevoren werkzaam kan zijn. We hebben gekeken naar bijvoorbeeld BMI, het geslacht van een patiënt, maar ook naar patiëntspecifieke en therapiespecifieke eigenschappen, zoals als de patiënt tevoren PTNS heeft ondergaan. Of de vormen van stimulatie. Is er een verschil tussen degene die goed reageren op de stimulatie en niet goed reageren? Zitten daar verschillen tussen? Helaas konden we niet, zoals we dat noemen, een predictiemodel voor maken. We konden niet exact zeggen welke patiënt wel of niet goed reageerde. Alleen BMI was een positieve predictiefactor, wat betekent dat een hoger BMI een negatievere uitwerking heeft op de klachten van de patiënt. De conclusies die ik zou willen trekken. Als we kijken naar de gegevens uit de dagelijkse praktijk, zien we dat PTNS, of tibiale stimulatie zoals ik eigenlijk zou moeten zeggen, een behandeling is welke werkzaam is op de langere termijn. Ook zien we dat de huidige vormen die we hebben suboptimaal zijn. Als we kijken naar het gedeelte over implantaten, zien we dat er veelbelovende implantaten zijn, echter dat deze nog niet ideaal zijn. Daarnaast zijn er ook nog geen echt goede resultaten op de langere termijn. Wanneer we kijken naar de gepersonaliseerde behandelingen, staat dit echt nog in de kinderschoenen en zijn er diverse onderzoeken nog nodig om verder te kijken naar gepersonaliseerde behandeling. Hiermee kom ik aan het einde van mijn introductie en dank ik u allen voor de aandacht en geef ik graag het woord terug aan de prorector. Geachte promovendus, dank voor uw hele heldere uitleg. We gaan nu over tot de oppositie en voor de zaal dat is vragen stellen aan de promovendus. En we hebben ook een aantal mensen online die vragen stellen. Deels vanwege een treinongeluk of treinprobleem moet ik zeggen in Brabant. En deels vanwege dat ze zelf corona hebben. Dus het is een beetje interactief. En jij kunt de mensen zien op het beeldscherm. Heel goed. Dan begint de oppositie door professor Buren, anesthesioloog MMUC. Professor Buren. Ja, hartelijk dank meneer de prorector. In eerste instantie felicitaties. Ik heb dit stuk een aantal keer gelezen in de adviescommissie, was behoorlijk onder de indruk. Ik heb heel veel geleerd als anesthesioloog wat ik nog niet wist van daarvoor. En daarom is dat nu een heel mooi moment dat we on-site van gedachten kunnen wisselen. En dat zullen we dan ook doen. Als we beginnen op bladzijde 41, chapter 2, dan staat daar in feite dat PTNS een successful long-term therapy modality is. En u onmiddellijk verder gaan richting bladzijde 55, staat daar dat is not that effective in real life. En in feite is het ene stuk gepubliceerd in 2020 en het andere in 2021. Het ene is een iets kleinere studie, het andere is een iets grotere studie. Welke conclusies wilt u nu trekken? Is het een not that effective therapy of is het een heel veelbelovende effectieve therapie. U heeft daar net ook iets over gezegd. Hooggeleerde opponent, dank u wel voor de felicitaties en voor uw vraag. Als we kijken naar hoofdstuk 2, dan hebben we het over de percutane behandeling. En de percutane behandeling is met het naaldje. Daarbij zien we op de langere termijn de real-life oké resultaten. Waarbij we zien dat de maximale follow-up van
de behandeling over de 9 jaar is. Waarbij we toch wel zien dat het werkzaam is op de langere termijn. Waarbij het dus zeker een goede behandeling zou kunnen zijn voor een selecte groep. Welke de logistieke en problemen voor lief neemt. Als we kijken naar hoofdstuk 3. En als ik, dan zien we dat het met de plakkers gebeurt. Ja. Waarbij het in de thuissetting gebeurt. Dan zien we toch dat ook wat laten zien waarom patiënten stoppen, is dat op de duur geen effect meer is. Ja. En dat is eigenlijk een van de grootste problemen waardoor ze stoppen. Dat zien we eigenlijk niet zozeer in de andere groep terug. Maar dit heeft waarschijnlijk met de vorm en de modaliteit van de behandeling te maken. Ja. Waarbij het in de thuis versus in de ziekenhuisomgeving wordt gedaan. Dat zou mijn antwoord op deze vraag zijn. Dank u wel. Dat is een heel goede antwoord. En dat brengt ons richting bladzijde 112. Dan moet u echt kijken. Omdat ik vond het een heel interessante studie. Omdat de ambitie van die studie was om prediction modeling te doen. Om predictoren te ontwikkelen en een uitspraak te doen. Had u de verwachting, als u achteraf naar het studiedesign kijkt, dat het met deze studie kan lukken? Zoals die opgezet is. De tevoren verwachting die ik had bij het opstellen van deze studie was dat sowieso PTNS een positieve predictiefactor zou worden. Ja. Helaas is dat niet naar voren gekomen en daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Mogelijk heeft dat ook te maken met het feit of hoe succes wordt omschreven in de diverse onderzoekscentra. Helaas is natuurlijk PTNS niet naar voren gekomen als een succes of als een goede predictiefactor. Maar BMI wel. Ik weet ook dat het gaat om een klein aantal patiënten. Mm-hmm. En om een kleine studie. Echter geeft het wel stof voor de toekomst. Waar we dan beter op kunnen gaan fixeren. Het is een heel goede antwoord. En wat is precies de stof voor de toekomst? Welk studiedesign zullen we of moeten we kiezen om een kans te maken voor een prediction model? Met de kennis van nu. Met de kennis van nu zou ik toch beter willen kijken naar de verschillende typen overactieve blaas. Okay. Waar we kijken naar de overactieve blaas waarbij detrusor overactiviteit speelt. Ja. Detrusor, waarbij geen detrusor overactiviteit speelt. Waarbij misschien nictorie meer op de voorgrond staat. Ja. Omdat we weten dat er toch uit artikelen van bijvoorbeeld Pyramid et al. Dat er verschillende soorten type OAB lijken te zijn. Daar zijn de meningen nog niet helemaal in één richting, zullen we maar zeggen. Maar het geeft wel stof tot nadenken om bij een volgend studiemodel betere groepen te kwantificeren, waardoor je beter en zuiverder je predictiemodel zou kunnen opstarten. Na mijn klok heb ik nog 1,5 minuut. Dat betekent, wij hebben nog 1,5 minuut. Omdat u heeft natuurlijk een aantal factoren aangegeven die heel belangrijk zijn. De ziekte, manieren. Wat is met patient-related factors? Leeftijd van patiënten, de manier van social coping, etc. Is dat nog een vraagstuk die dat aandacht vraagt? Ja, wat we weten uit voorgaande studies, onder andere van Balk et al, is dat er met name de psychische vragenlijsten en dergelijke zeker wel een negatieve invloed kunnen hebben op de uitkomst van je behandeling. Wat we weten uit de sacrale studies, de predictiefactoren, is dat ook leeftijd neigt naar een voorspellende waarde te zijn, waarbij wordt gezegd dat een jongere leeftijd mogelijk een positiever effect heeft. Echter waren deze resultaten allemaal, de laatste resultaten, niet significant, waardoor er een trend werd gezien. En ook niet hard gemaakt konden worden binnen de sacrale. En dus ook niet konden geprojecteerd worden op de tibiale stimulatie, zullen we maar zeggen. Ja, hartelijk dank. Ik ben heel tevreden met de antwoorden. U voelt het al aan. En geef graag het woord terug aan de projecten. Als ik de microfoon aan doe, tenminste. Professor De Kort, aan het woord is aan u. Dank u wel, meneer de rector. Geachte promovendus, hartelijk gefeliciteerd met het behalen van deze mijlpaal. En dat geldt natuurlijk ook voor de begeleidende commissie.
Mooi proefschrift, interessant. Ik heb het met interesse gelezen. Ik heb natuurlijk wel een paar vragen waar ik het met u over wil hebben. Ik wil even beginnen met een van uw stellingen. U zegt, leven is als fietsen. Om je evenwicht te bewaren moet je in beweging blijven. Nou, ik moet zeggen, vanochtend met Storm Dudley tegen viel dat nog niet mee. En dat was misschien een voorspeller van het feit dat we ook obstakels hadden met de trein. En vandaar dat we nu online zijn, waarvoor excuus. Ja, ik wou het echt met u hebben over... u beschrijft in uw introductie heel uitgebreid over overactieve blaas en over de werking van anticholinergica en over botox. Maar heel weinig eigenlijk over neurostimulatie of neuromodulatie. En dan wil ik niet flauw zijn, want ik weet dat dat heel lastig is, de werking. Maar ook in uw introductie praat je van net, maakt u zich er een beetje makkelijk vanaf. Je stimuleert de zenuw en dan wordt de blaas gaat minder onrustig worden. Zou u daar toch iets over kunnen zeggen? Zeker. Hooggeleerde opponent, dank u wel voor de vraag. Als we kijken naar het werkingsmechanisme van sacrale zenuwstimulatie en tibialis stimulatie... is het zo dat we nog niet helemaal over eens zijn wat precies en exact het werkingsmechanisme is. Er zijn wel diverse theorieën waarbij ook het verschil tussen tibiale stimulatie en sacrale neuromodulatie wordt aangegeven. In eerste instantie is natuurlijk het makkelijke verschil. Tibiale stimulatie is indirecte stimulatie van de sacrale zenuwvezels en sacrale stimulatie is directe stimulatie. Als we kijken op lager niveau... zijn er artikelen van Chang et al in 1998 waarbij de Sevelsexpressie wordt weergegeven. Waarbij laat zien dat op het moment dat er tibiale stimulatie heeft plaatsgevonden, de Sevelsexpressie verlaagd is in de dorsale ganglia. Daarnaast zien we op het centrale niveau dat er ook diverse hersengebieden verschillend worden aangestuurd. We zijn zowel de sacrale stimulatie als de tibiale stimulatie. Daar zijn diverse onderzoeken geweest. Echter, een van de belangrijkste, zou ik zeggen, is van Financiago, die heeft ook potentials, waarbij wordt aangegeven dat er zeker op centraal niveau een werking is bij het tibiale stimulatie en meer gericht op het learning. Op het learning- en geheugenniveau. Waarbij we, als we kijken naar de publicaties van Blok, waarbij wordt vergeleken tussen de acute en de chronische sacrale neuromodulatie, juist diverse verschillende hersengebieden worden aangestuurd. Daarbij zeggende is het onderzoek nog steeds, zover ik weet, ongoing. En moeten we nog steeds goede antwoorden vinden om deze theorieën beter te bevestigen. Dank u wel. En als we het daar dan toch over hebben, hè, u heeft het over patient-tailored therapy, dus gepersonaliseerde behandeling. Hè, daar wijdt u vrij uitgebreid over uit. En, maar uiteindelijk komt u daar in de discussie eigenlijk, vind ik, weinig op terug. Ondanks de bevindingen van hoofdstuk 5, waar niet echt duidelijk een uitkomst uitkomt. Dat heb ik een beetje gemist. Als u het nou heeft over de verschillende werkingsmechanismen, zou er dan in theorie de ene vorm van neuromodulatie beter werken bij bepaalde patiënten dan bij anderen? In theorie zou dat zeker naar mijn idee kunnen. Echter zijn daar nog geen harde bewijzen voor, zover ik weet. Zou het natuurlijk ontzettend belangrijk zijn om in de toekomst te kijken naar diverse patiënttypen en diverse uitkomsten van diverse mogelijkheden van zenuwstimulatie. Dan wat tibialis, dan wat sacraal, dan wat neurogene patiënten, dan wat geen neurogene patiënten. En zo een duidelijker beeld te kunnen schetsen van wat precies werkzaam is bij welke patiënt en welke behandeling we van tevoren kunnen zeggen, joh, deze moet u nemen, want dit geeft de meeste kans op succes. En hoe zou u dat willen aanpakken dan? Ik denk dat we naar zowel naar de oorzakelijke kant moeten gaan kijken. Dus dat we moeten gaan kijken naar de oorzaken van de overactieve blaas. We weten bijvoorbeeld dat metabolisch syndroom mogelijk met NGF-factoren een rol kan spelen. Echter,
is dat ook allemaal nog vrij onduidelijk. Dus ik zou willen fixeren juist op het oorzakelijke gedeelte van onderzoek. Waarbij wordt gekeken naar de reden waarom en hoe overactieve blaas ontstaat. En vanuit daaruit doorbouwen naar de behandeling. Want op dit moment zijn we natuurlijk alleen symptoombehandeling aan het doen. Dus je wil los van de symptoomdiagnose OAB, maar naar een oorzakelijke diagnose. Begrijp ik dat goed? Dat lijkt me een heel mooi voornemen voor de toekomst. Dat zou interessant zijn. Ik kijk even naar de voorzitter, maar die kan ik niet zien. Mag ik nog een korte vraag stellen? Een hele korte vraag. U zegt, nieuwe devices zijn klein, batterijloos, makkelijk te bedienen en minimaal invasief te plaatsen. Maar als het gaat om zorg op maat, is het ideale apparaat er nog niet. Op bladzijde 120 zegt u dat. Wat zou dan wel het ideale apparaat zijn? Hoe zou dat eruit moeten zien? Voor mij zou het, naar mijn idee, zou het ideale implantaat klein, makkelijk te gebruiken. En met een kleine, minimaal invasieve of niet-invasieve methode in te brengen. En waarbij het ook patiëntenvriendelijk is, waardoor de software makkelijk te bedienen is. De patiënten exact weten wat en hoe te doen. En daarbij ook verschillende behandelmogelijkheden misschien erop kunnen zetten. Waardoor ze kunnen switchen van behandelmodaliteit. Parameterinstellingen moet ik zeggen, excuus. Ik geef graag het woord terug. Bedankt voor deze oppositie. De oppositie wordt voorgezet door professor De Mors Tien. Vanderbilt University Nashville. You have around 6 minutes. Thank you very much to the committee. Manon, first and foremost, excellent presentation, and the thesis is extremely well written and comprehensive. I would like to ask you, from your interactions and perceptions, obviously one of the key things we have learned, and Professor Hessikers and I have talked about this on numerous occasions, is the importance of patient engagement, patient knowledge, patient motivation. From your contact and all the work you have done with the patients from your studies and also from following the patients chronically, in your opinion, what is the best method we can engage the patients in their own self-care with any of these interventions, but specifically with tibial neuromodulation? Current opponents, thank you very much for the congratulations and the question. From my point of view, I think the best thing to do is to guide your patients. Guide your patient through the treatments. Tell them exactly what they could expect, and let them know that you can always that they can always lean on you. Because if they know clearly exactly what to expect from the treatments, and they know the beneficial effect, but as well the fact that, like in PTNS, some patients do not feel improvement by the treatments, I do believe that that's the best modality, best idea to guide your patients, to be honest and clear. From the purposes of clarity and honesty, Manon, how would you recommend that we approach patients from the standpoint of creating reasonable expectations? Obviously, in this condition, we deal with a lot of patient frustration because perhaps their expectations are too high. What have you learned about creating expectations that are reasonable for any therapeutic delivery, given the so much that we don't know about this condition? What I've learned is that you sometimes have to say that you don't know. And if you don't know, then don't say something, because it doesn't help your patients. And be honest and tell them exactly that what they could expect from their treatments, and how they should react or not, and then that it's okay, that everything is okay how they react. Am I correcting answer your question? No, yes, I think you're bringing forward the very important point about being truthful with patients. And unfortunately, one of the problems, as you know, we've had with many of the functional urologic disorders, is we create unreasonable expectations. And so obviously cure is not a reasonable outcome for many patients, but symptomatic improvement
and subsequent hopeful improvement in quality of life are reasonable goals. And so, no, you answered the question very well. In terms of my last question, in terms of education, did you find a better method for conveying to patients the messaging around the importance of understanding and interacting with their therapy? And also, did you find differences in the Dutch population and the Belgian population related to health literacy? In other words, some individuals perhaps have greater knowledge of the physiology and the condition than others. And how would you overcome those perceived obstructions? Yes, I definitely see differences. Every patient is a different patient, and every day patient has a different level of education, which you as a physician or as a neurologist have to adapt to. So you have to explain them in their own language, their language, what they could, where they exactly know what you're telling them. And that's the goal to success, I guess. Very good. Manon, again, my sincere congratulations for, in my opinion, an excellent thesis and a defense. And Mr. Chairman, back to you, sir. Thank you. Thank you for your nice question. Oppositie wordt voorgesteld door professor Van Koeveringen, uroloog van de MUMC. Professor Van Koeveringen. Dank u wel, meneer de voorzitter. Geachte promovendus. Allereerst van harte gefeliciteerd met dit proefschrift. Ik ben onder de indruk van het design, maar vooral ook van de inhoud. Ik wil ook het promotieteam van harte feliciteren. En met name omdat dit de eerste promotie in Maastricht is van uw promotor, professor Heesakkers. En ik wil professor Heesakkers ook feliciteren dat hij u verleid heeft om naar het mooie Maastricht te komen om daar te promoveren. Maar goed, we gaan het even over uw proefschrift hebben. In uw proefschrift schrijft u in, of is zelfs de titel van hoofdstuk 4, gebruikt u de term translational research. Nu is het zo, ik ben hier... in mijn aanstelling staat translational research als een extra iets. Maar ik denk dat we daar iets anders onder verstaan. En daarom ben ik heel benieuwd, wat verstaat u onder translational research in de titel van hoofdstuk 4? Hooggeëerde opponent, dank u wel voor de felicitaties en voor uw vraag. Ja, deze vraag had ik niet heel scherp, excuus. Wat is de vedig.nl? Ja, wat wij hier hebben willen beschrijven in hoofdstuk 4, is dat we diverse implantaten natuurlijk op de huidige nu qua studies op de markt zijn, zullen we maar zeggen, of ja, in studieverband aanwezig zijn. En waar wij hebben getracht naar te kijken is van, goh, wat doen eigenlijk die implantaten op de langere termijn? Wordt het überhaupt nog wel gebruikt? En wat is het effect van het implanteren van een implantaat in een patiënt en vervolgens geen follow-up meer geven? Wat zijn daar de gevolgen van voor de patiënten? En hoe zouden we dat in de toekomst misschien beter kunnen reguleren? Waardoor patiënten op de langere termijn ook nog in dit geval de technische ondersteuning krijgen. En daarmee de behandeling voort kunnen zetten in plaats van staken vanwege de technische modaliteit. En wat wordt er, want translational betekent vertaling. En als je bijvoorbeeld vertaalt vanuit een proefdiersituatie naar een menselijke situatie, dan vertaal je eigenlijk ja, een mechanisme in proefdieren naar een mechanisme bij mensen. Wat bedoelt u hier bij embarking on translational research bij deze patiëntpopulatie? Ja, als we natuurlijk puur naar de specifiek naar het translational kijken, is dit misschien niet de juist gekozen titel, begrijp ik. als we daar sec naar kijken,
is het natuurlijk niet dat we vertalen van een dierstudie dan wel een proefdierzetting naar de volgende fase. Dat klopt. Mm-hmm, mm-hmm. Ja, nee, ik dacht heel eventjes dat u bedoelde van dat, ja, dat eigenlijk waar dit over gaat is dat, ja, dat eigenlijk een nieuw type device, mm-hmm, dat er eigenlijk te korte follow-up voor is. Ja. En dat eigenlijk dat je een nieuw type device eigenlijk te preliminair test in een patiëntenpopulatie. En dat dat eigenlijk het verklaart waarom het Translational Research heet. Maar ik ga eventjes snel naar een ander hoofdstuk, als het nog mag van de voorzitter. Ik wil u nog iets vragen over hoofdstuk 2. En voordat we dat doen, zou ik graag een van de paneleninfo willen vragen om stelling 3 even voor te lezen. Stelling 3. De mate van succes van je behandeling van overactieve blaas hangt af van de therapietrui van de patiënt op langere termijn. Dank u wel. En dan gaat mijn vraag over pagina 37 van hoofdstuk 2. En daarin beschrijft u een aantal groepen waar de tibiale stimulatie krijgen. En dan beschrijft u dat meer dan 40% wegens non-medical reasons stopt met de behandeling. En dan vraag ik me af, u beschrijft dan een aantal non-medical reasons. Er staat onder andere staat er ook bij dat 20% no complaints meer had en daarom was gestopt met de behandeling. Ja. In welke zin is dit een non-medical reason? Maar het is natuurlijk over het algemeen, ik heb net natuurlijk aangegeven dat we op dit moment alleen maar aan symptoombehandelingen doen. En eerlijkheidshalve gebied mij te zeggen dat ik tevoren niet had verwacht dat dit aantal patiënten zou komen, wat aan zou geven dat ze geen klachten meer hadden. Omdat we natuurlijk vanuit de literatuur en vanuit alle andere hoeken toch wel de ingedrild wordt dat OAB of overactieve blaas alleen een symptomatische en geen oorzakelijke behandeling heeft. Maar zou het zo kunnen zijn dat patiënten door een tijdelijke behandeling misschien genezen? En dat dan stelling 3 eigenlijk bij sommige patiënten niet opgaat, dat ze gewoon misschien wel genezen en kunnen stoppen met de behandeling? Ja, dat zou heel mooi zijn. Echter, de kanttekening die we daarbij kunnen plaatsen is natuurlijk ook of we kijken naar of patiënten echt genezen zijn of het accepteren. En daar zit wel een verschil, mijn inziens, in. Want op het moment dat de patiënt aangeeft van, goh, ik accepteer de klachten, ja, is dat dan genezen? Of is dat gewoon acceptatie van de klachten? Mm-hmm. En is acceptatie van de klachten medical of non-medical? Ja, dat is een grijs gebied. Ja. Ik heb de discussie enorm gewaardeerd en ik wil teruggeven aan de voorzitter. En dank u wel voor uw antwoord. Dank u wel voor de vraag. We gaan door naar professor Van der A, uroloog in het Universiteitsziekenhuis Leuven. Goedemiddag, geachte prorector, geachte promovendus. Ook ik wil u feliciteren samen met uw team voor het aangename proefschrift om te lezen. Het was heel helder en er staan een aantal uitdagende stellingen in. Mijn eerste vraag is eigenlijk dadelijk in het verlengde van de vraag van collega Van Koeveringen. Ik was vooral geïntrigeerd door de grafiek op bladzijde 38, die je ook hebt laten zien in je presentatie. En eigenlijk verdergaande op de vraag van de medical, non-medical oorzaken. Mm-hmm. Zie je eigenlijk een methodologische manier om dit werkelijk te isoleren? Je hebt een observationele studie gedaan. Zijn er andere methoden waarop je dit eventueel wel zou kunnen beter isoleren? Of is dat een utopie? Hoogheer Opponent, dank u wel voor uw vraag. Ik denk dat je het zeker in een
prospectieve lange termijn studie zeker beter kunt isoleren. Waarbij je, dit is een retrospectieve studie, waarbij je dus eigenlijk het moet doen met de data welke je hebt en welke data ook welke ontbrekend zijn. Op het moment dat er een grotere prospectieve studie wordt opgezet, waarbij een groter cohort wordt geïncludeerd, zou je in theorie betere afkapwaardes van tevoren kunnen stellen, waardoor je betere en duidelijkere categorieën kunt krijgen, waardoor je data wat zuiverder zou worden dan dat ze nu in deze retrospectieve studie worden gepresenteerd. Zeker en vast, maar dan nog zit je met het probleem dat bijvoorbeeld mensen aangeven dat de reden waarom ze niet meer komen voor een PTNS is dat de afstand te groot is, maar eigenlijk is de afstand ook te groot omdat het effect van de therapie onvoldoende is. Dus wat is dan de reden waarom ze niet komen? Ja, dat is zeker een lastige, omdat het natuurlijk een groot grijs gebied is en het heel erg afhankelijk van de patiënt is. Voor een patiënt kan natuurlijk zijn die 5 kilometer verderop woont en bij wijze van iedere dag met de fiets gewoon naar het ziekenhuis zou komen, wekelijks met de fiets naar het ziekenhuis zou komen, kan dat al een hele belasting zijn, waardoor ze staken, terwijl dat iemand die 30 minuten met de auto moet, het prima vindt om in plaats van 3 keer een incontinentie-episode te hebben, 2 keer een incontinentie. En dat al als toenadering van kwaliteit van leven te zien, of verbetering van kwaliteit van leven. Dus het is ontzettend specifiek en je zou eventueel met vragenlijsten wat kunnen, maar ik denk dat het een heel groot grijs gebied blijft en heel erg patiëntafhankelijk wat zij zien onder verbetering. En wat zij vinden van verbetering en welke offers, als ik het zo zou mogen stellen, daarvoor zouden willen brengen. Heb je daar enig idee van patiëntenprofiel? Bijvoorbeeld de indexpatiënt, als ik nu heel kort door de bocht ga, dus de indexpatiënt in uw studies is een oudere dame met incontinentie door overactieve blaas. Dat is 60% van uw populatie, denk ik. Heb je gezien dat bijvoorbeeld jongere mensen of mensen die OAB dry, zonder urineverlies hebben, dat die andere voorkeur hebben of andere resultaten? Of heb je daar niet bekeken of heb je daar een idee van? Daar hebben we niet zozeer naar gekeken, maar ik zou me wel zelf kunnen voorstellen dat een werkend persoon natuurlijk veel lastiger het in te passen is, op basis van een fulltime dienstverband bij wijze, om wekelijks dan wel om de week 30 minuten naar het ziekenhuis te gaan. Waardoor de belastbaarheid natuurlijk ook compleet anders ligt dan bij iemand, een dame gepensioneerd of een heer gepensioneerd, en de hele dag bij wijze van naar het ziekenhuis zou komen, zonder daar vrije tijd of iets voor op te hoeven te nemen. Oké, misschien nog een heel kort vraagje, kan ik nog? Op bladzijde 76 heb ik gevonden dat 71% succes beschreven wordt na 6 maanden met het Blue Wind device, waar ik van begrepen heb dat je enthousiast was over het design. Is dat succesratio een gevolg van het design van het device of van het design van je studie? Ik denk dat het een succesratio is van het niet zozeer van het device. Want als we kijken naar tibiale stimulatie over zijn algemeenheid, zien we dat die resultaten van effectiviteit nagenoeg gelijke percentages laten zien. Het positieve effect of de positiviteit van het Blue Wind is dat het een klein zonder leadless of leadless device is, waarbij de kans op migratie een stukje minder is. Wat beschreven is weinig serious adverse events of adverse events. Dat is denk ik het verschil, dat de effectiviteit niet zozeer een rol speelt, maar meer de vorm van de behandeling. Dankjewel, ik geef het woord weer aan de prorector. Dankjewel. De operatie wordt voorgezet door dokter Van Breda, uroloog in het UMC Utrecht. Dokter Van Breda. Hartelijk dank, meneer de voorzitter. Beste promovendus, gefeliciteerd met dit hele mooie boekje, met deze mijlpaal. Ik vind zowel de inhoud als het design heel erg mooi. Gefeliciteerd hiermee. Mijn eerste vraag gaat eigenlijk een beetje over die stelling. Want ik snap de boterham met hagelslag niet helemaal in het hele verhaal. Kun je me daar iets meer over vertellen? Uh,
Opstelling 10. Morgen is er altijd weer een boterham met hagelslag. Van mama. Ja. Hooggeleerde opponent, dank u wel voor uw felicitaties en uw vraag. Deze stelling komt van heel ver vroeger. Want in mijn aard zit dat ik altijd wat zenuwachtig ben voor grote events. Bij wijze zoals deze. En op het moment dat ik een proefwerk had of een schriftelijke overhoring, was mijn moeder er altijd, die de avond tevoren zei, joh, maak je niet druk. Ook al gaat het goed of niet goed, je kan gewoon zeggen, morgen is het altijd weer een boterham met hagelslag. Wat ik overigens heel lekker vond. Dus ik snap wat jij morgen vroeg gaat ontbijten in ieder geval. Dan even naar het serieuzere gedeelte, naar hoofdstuk 6 bij de extended studie. Wat me opviel, dat mensen die dus een succes hebben, of een succespercentage, dat er dan uiteindelijk nog 4 stoppen. Heb je een idee, we hebben het net al iets eerder over gehad, maar waarom deze 4 gestopt zijn? Natuurlijk, er is een verschil natuurlijk in de pilotstudie versus de extended studie. Daar is een verschil van uit mijn hoofd 14 patiënten. Als we kijken naar de baseline demografische categorieën, zien we dat er geen groot verschil zit tussen of er alleen maar responders of geen responders zijn gestopt. De redenen van stoppen waren verschillend, zover ik heb begrepen. Er zijn tijdspaden verstreken. Patiënten werden voor de eerste studie geïncludeerd en moesten daarna opnieuw informed consent geven. Er zijn een aantal patiënten die los to follow-up zijn, waarom we dus niet meer weten waar zij op dat moment nog waren. En er zijn een aantal patiënten die compleet tevreden waren met de behandeling en aangaven, ik heb eigenlijk niet zo'n zin meer in om elke keer een plasdagboek vol bij te houden. Ik ben helemaal tevreden, ik ga lekker mijn eigen stimulatie doen. En er zijn natuurlijk ook altijd een aantal patiënten die aangeven, joh, het werkt niet, dus waarom zou ik nog überhaupt verder gaan? Dus dat zijn een beetje de smaken die ik heb qua staken van een studie. De exacte cijfers heb ik zo even niet paraat. Oké, maar er zijn dus ook mensen doorgegaan met stimuleren, alleen niet in een protocol. Dus dat is positief. Je had het net al over dat je, als je een volgende studie zou doen, dat je naar de verschillende type OAB zou kijken, hè? Heb je het ook al even over de patient-related factoren gehad en dat uit studies de leeftijd en psychosociaal naar voren kwam. Dan heb je natuurlijk heel veel patiënten gezien de afgelopen tijd. Heb je een beeld van wat nou de ideale patiënt zou zijn? En daarmee bedoel ik, welk type OAB denk jij dat het beste werkt? En welk type patiënt, waarbij je misschien wel zou zeggen, jij mag beginnen met modulatie in plaats van medicatie? Ik heb natuurlijk ontzettend veel patiënten gezien. Ik heb daar geen significante of wetenschappelijke onderbouwingen om. Maar als we kijken gewoon naar de patiënten die ik gezien heb, waarvan ik denk van, goh, deze hebben het beste effect gehad of waren de meeste responders, zou ik zeggen dat de dames die ontzettend veel incontinentie-episodes hadden, dus op een dag echt meerdere malen het incontinentiemateriaal echt moesten verwisselen, zagen we dat al vrij snel. Ze aangaven dat ze wat vaker kleiner incontinentiemateriaal konden gebruiken en ook wat langer konden wandelen. Dat zijn echt de patiënten die wat dat betreft eigenlijk na 2 weken al direct effect bemerkte. Daarnaast lijkt leeftijd toch ook wel mee te spelen. Als ik voor mezelf mag spreken, dan zie ik dat de jongere patiënten toch bij het implantaat makkelijker te instrueren zijn, makkelijker te begeleiden zijn het beter oppakken dan de 70-plussers. Dankjewel. Dan kijk ik even naar de voorzitter en naar de mensen die nog achter mij zitten. Mag ik nog een vraag stellen? Jij mag nog een korte vraag stellen, ja. Oké. Als je zo kijkt naar de verschillende vormen van neuromodulatie, zou je het in een step-up zien? Of zeg je de ene patiënt heeft de ene vorm nodig en de andere patiënt heeft de andere vorm beter nodig? Er niet uitsluit.
Als we bijvoorbeeld kijken naar de ideale, mijn inziens de ideale situatie zou zijn, is dat je gaat kijken in eerste instantie, ondanks dat we bij de predictiefactoren er niet helemaal uitkwamen, is dat patiënten misschien eerst gaan starten met PTNS om gewoon eens te kijken of het effect daar is. Alvorens we een relatief duur implantaat gaan plaatsen. Want we moeten natuurlijk als jonge dokter, moeten we ook kijken naar de kosten, naar het kostenaspect. Oké, dankjewel voor je antwoord. En dan geef ik het woord. Bedankt voor de vraag. De oppositie wordt voorgesteld door dokter Witte, uroloog in het Isela ziekenhuis in Zwolle. Dokter Witte. Hartelijk dank voor het woord. Ten eerste wil ik ook mijn felicitaties overbrengen aan ten eerste de promovendus. Prachtig boekje, super interessant onderwerp. Neuromodulatie is ook wat mij betreft de toekomst. We weten dat er weinig medicatie aan zit te komen. Dus we zullen het hier echt van moeten hebben in de toekomst. Daarnaast ook de felicitaties aan de promotor en de co-promotores. Een prachtig resultaat. Ik wil graag een aantal vragen stellen, net als de anderen. Als eerste heeft u een enorme studie gedaan, een retrospectieve studie naar de lange termijn resultaten van PTNS. Het was een groep van meer dan 400 patiënten. En in uw artikel beschrijft u dat de treatment success was based on subjective parameters. En nou ben ik benieuwd, wat zijn nou die subjective parameters? Ja, dat is natuurlijk heel verschillend per patiënt. Oh, sorry, ik vergeet het. Dank u wel voor uw vraag. Excuus. Dat zijn natuurlijk hele verschillende antwoorden daarin mogelijk. Want de subjective parameters, weer natuurlijk in de dagelijkse praktijk, gaat het natuurlijk zo dat een patiënt start met de behandeling. Gaat kijken, gaat het beter of niet? En vervolgens, tijdens een polyklinisch bezoek, wordt er met de uroloog besproken, goh, hoe vindt u dat het gaat? Dan kun je natuurlijk objectief, idealiter zou je daar nog een plasdagboekje tegenover kunnen stellen, maar de meeste patiënten in de dagelijkse praktijk hebben tevoren al een plasdagboek ingeleverd, vonden dat al een hels karwei. En om dan het nog een keer te vragen, zien we vaak dat de resultaten toch niet helemaal misschien betrouwbaar kunnen zijn. Dus veelal wordt er in een 1-op-1 gesprek met de patiënt besproken van, goh, hoe vindt u zelf dat het gaat en wat zijn de mogelijkheden? En daarmee hebben wij destijds de subjectieve uitkomsten bekeken, waardoor je ook wel een grote verscheidenheid aan patiënten natuurlijk includeert. Want de ene patiënt kan zeggen dat hij het al fantastisch vindt gaan, omdat hij van 8 keer verlies op een dag naar 7 keer verlies op een dag gaat. Terwijl dat een andere patiënt het nog steeds ontzettend bagger vindt gaan op het moment dat hij van 4 keer naar 1 keer verlies gaat. En dat nog steeds ontzettend frustrerend is dat hij of zij verlies heeft. Ja, ik herken dat. Ik herken ook de moeite die patiënten hebben met het invullen van mixiedagboeken. Ik ben van mening dat prompts daar een belangrijke rol in kunnen gaan innemen. En u heeft in uw studies ook een aantal prompts meegenomen. Voor de toehoorders, een prompt is een patient-related outcome measure. Dat zijn vaak vragenlijsten die door patiënten ingevuld kunnen worden. En die zijn veel makkelijker dan zo'n mixiedagboek. Heeft u een idee van wat nou de ideale prom is om deze patiëntengroep te volgen? Ik denk dat bij deze patiëntengroep de nadruk moet liggen op gemak, snel en efficiënt. Waarbij we moeten kijken naar, want inderdaad, het mooiste is natuurlijk het mixiedagboek, maar dat is echt een hoorde te ver vaak. Als we dan bijvoorbeeld kijken naar VAS-scores. Dus op een thermometer aangeven van hoe verder het gaat. Daarmee includeer je dus eigenlijk alle patiënten. Want het is visueel heel zichtbaar en makkelijk om in te vullen. En daarnaast ook heel duidelijk om aan te geven van, goh, het gaat beter of slechter. Als je dat van tevoren aangeeft, voorafgaand aan het starten van de PTNS-behandeling of welke behandeling dan ook. Met een streepje op een thermometer, wat eigenlijk iedere patiënt zou moeten kunnen doen.
en vervolgens na evaluatie van de behandeling opnieuw het streepje zet, dan is het eigenlijk een hele mooie manier om te zien hoe of wat. Helaas konden wij dat niet doen, omdat vanwege het retrospectieve karakter van de studie. Dat begrijp ik, ja. Dan, wat mij intrigeert in de 3 jaar follow-up studie, is dat er ook al een aanzienlijk therapie-effect gemeten is na 1 maand. En wij zijn ook in Zwolle gewend om eerst een PTNS 12 weken te geven, dan te evalueren en dan te gaan afbouwen. Nu is PTNS natuurlijk niet helemaal vergelijkbaar met een implanteerbaar device. Maar maken we het onszelf niet te moeilijk met 12 weken? Moeten we niet veel eerder gaan evalueren met een klassieke PTNS bij patiënten? En misschien zeggen, jij gaat door en jij gaat niet door met de therapie. Ja, dat zou zeker een mooie mogelijkheid zijn. Er zijn al diverse studies geweest naar het kijken en evalueren na 6 tot 8 weken. Als u aan mij zou vragen, zou ik heel benieuwd zijn naar de uitkomsten waarbij we PTNS in de kliniek geven en vervolgens de patiënt thuis TENS of DTNS, dus de transcutane versie, doen. Om zo dagelijks eigenlijk te blijven stimuleren, waardoor je hopelijk ook een wat vlotter effect krijgt, waardoor de delay van zomaar behandelen en zonder echt goede effectiviteit korter wordt. Ik denk dat de toevoeging van transcutane tibiale stimulatie in de thuissituatie in de eerste gedeelte van de behandelperiode zeker van meerwaarde kan zijn. Echter zijn er absoluut nog geen studies over. Wordt het wel in de praktijk toegepast in enkele centra? Maar zou het mooi zijn als we daar een keer een mooie prospectieve studie over kunnen opzetten. Zodat we ook naar dat gedeelte kunnen kijken. Ja. Ik kijk even naar de prorector of ik nog een vraag mag stellen. U mag nog even door. U mag nog even doorgaan. Ja. Dank u wel. Waar ik ook benieuwd naar ben, is hoe is in het centrum waar de retrospectieve studie is gedaan naar de PTNS, hoe is die PTNS gegeven aan patiënten? Is dat een 1-op-1 behandeling geweest? Zoals bijvoorbeeld een verpleegkundige die met 1 patiënt in een kamer zit en de therapie geeft? Of is dat bijvoorbeeld in een groep gedaan, hè, waarbij meerdere patiënten in 1 kamer met elkaar ook communiceren over de behandeling, over de bijwerking, maar ook over de effectiviteit? Ik heb namelijk de indruk dat dat heel veel kan interveneren. Wat vindt u daarvan? In de retrospectieve studie is de behandeling gegeven in een ruimte waar meerdere patiënten tegelijkertijd konden behandeld worden. Dat betekent niet dat iedere patiënt tegelijk ook een andere collega-patiënt had. Maar veelal was er wel een koffiemoment mogelijk, zullen we maar zeggen. We weten natuurlijk van deze patiëntengroep, als we ook kijken naar de resultaten van Peters, waarbij de eerste RCT met SHEM, dat ook 20% van de patiënten zonder überhaupt een stimulatie bij de tibiale zenuw een positief effect hadden. Dat zou natuurlijk in theorie zou dat erbij opgeplust kunnen worden. Dus er zou zeker sprake kunnen zijn van een mogelijk placebo-effect. Echter verwacht ik wel dat op de langere termijn dat placebo-effect op den duur zal wegvallen. En denkt u dat het omgekeerde ook mogelijk is? Dat een patiënt met een hele slechte ervaring de groep negatief beïnvloedt en dat daardoor misschien wel een nocebo of een omgekeerd placebo-effect optreedt? Ja, ik denk zeker dat dat mogelijk is. Ik denk zeker dat dat de stemming binnen zo'n patiëntengroep zeker van invloed kan zijn op je therapieuitkomsten. Vooral bij dit soort patiëntengroepen en behandelingen, waarbij we niet heel objectief kunnen meten wat de mate van effectiviteit is en de mate van patiënt, zullen we maar zeggen. Ja, dat onderstreept maar weer ook het belang van een goede controlegroep bij dergelijke studies. U mag nog kort reageren als u wilt, mag ook niet. En kunt ook stoppen. Ik stop. Oké. Geachte promovendus, de gelegenheid voor het verdedigen van uw proefje is voorbij.
De promotiecommissie gaat zich nu voor beraad terugtrekken. Het is wel verstandig hier te blijven, want we komen zeker terug. Dank u.
Geachte promovendus, de commissie hier aanwezig heeft zich beraden over de kwaliteit van uw proefschrift en de wijze waarop u uw proefschrift heeft verdedigd. Op grond van haar positief oordeel en gelet op de examens die u vroeger heeft afgelegd, heeft ze besloten u het gevraagde doctoraat toe te kennen. De hoogleraar professor Heesakkers is gemachtigd u op de gebruikelijke wijze met deze vaardigheid te bekleden. Het woord is aan uw promotor. Please use the hand microphone provided. Belooft u dat u altijd volgens de beginselen van wetenschappelijke integriteit te werk zult gaan, en dat wil zeggen eerlijk en zorgvuldig, transparant, onafhankelijk en verantwoordelijk? Ja, dat beloof ik. Krachtens de bevoegdheid ons door de wet toegekend, volgens het besluit van de promotiecommissie hier tegenwoordig, verklaar ik hierbij u, Manon Joyce de Dorsthorst, tot dokter te bevorderen en u alle rechten te verlenen die daaraan volgens de wet en gewoonte zijn verbonden. Ten bewijze hiervan overhandig ik u de bul door rector magnificus, secretaris en de overige leden van de promotiecommissie ondertekend en met het grootzegel van de universiteit bevestigd. Mag dit coronatechnisch ook? Ja. De jonge dokter. Test. Ja. Graag de jonge dokter. Beste Manon. Sta je dan? Blij als een kind. Trots als een pauw. En nog trillend op je benen van de zenuwen. Uit de grond van mijn hart. Je hebt het verdiend. En het is je gegund. Toen je begon met je promotiewerk moesten we een beetje passen en meten. Om tot materiaal te komen dat geschikt was voor deze promotie. Want eigenlijk ben je met andere dingen bezig dan waar dit boekje over gaat. Maar uiteindelijk is het meer dan voldoende geworden. En hiermee van harte gecomplimenteerd. In een laudatio wordt meestal teruggeblikt hoe het een en ander tot stand gekomen is. En dan hoop je voor de toeschouwers en toeschouwers wat meer duidelijkheid te verschaffen over het doorlopen promotietraject. Als ik dat bij jou doe, dan zijn er een aantal feitelijkheden. Je kwam destijds binnen op voorspraak van Bert Messelink, hier aanwezig. Die zei dat je een onderwerp zorgt voor onderzoek. Wat me toen al opviel, was dat er geen praktische belemmeringen bij je bleken te zijn. Afstand en gezeur over reistijden bestonden niet. Alles kon zo'n beetje en de koe werd door jou fris bij de horens gepakt. Het vervolgonderzoek van de kunstwijsvier vorderde vlot en uiteindelijk is dat zonder al te veel moeite netjes gepubliceerd. Dat was geen toevalstreffer. Voor alle andere manuscripten werd het werk snel afgerond, de tekst redelijk soepel geschreven, snel ingediend en meestal ook binnen redelijke termijn geaccepteerd. Lekker efficiënt allemaal. Ja, en dat alles af en toe roze kleur toekomt en terugkomt als je de tekst voorlegt, om na te kijken, ja, dat is niet uniek. Velen gingen u voor in dit proces. Na dat eerste artikel vertelde je dat je wilt promoveren. Nou, we hadden net de eerste succesvolle fase van dat bloeiende onderzoek afgerond. En de volgende fase lag in het verschiet. Jij leek daar geknipt voor. En nadat je ons geheime wapen Jetske van Breda had geconsulteerd, ben je eraan begonnen. Op de manier zoals ik eerder geschetst heb. Vlot en efficiënt. En jouw geheime wapen is naar een smaak dat je in eerste instantie een beetje verlegen overkomt. En lijkt af te wachten, maar daarna genadeloos toeslaat. Daar zijn ze bij Blue Wind ook snel achter gekomen.
En mede daardoor wordt je door hen ook op handen gedragen. Je hebt een mooi proefschrift afgeleverd. Zoals je weet zeg ik tegen alle promovendi dat promoveren zo fantastisch is, omdat het je eigen prestatie is. Je doet het zelf en alleen, soms in alle eenzaamheid, maar het blijft je eigen verdienste. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld trouwen of kinderen krijgen. Die complete eigen inzet en verantwoordelijkheid maakt een promotie zo bijzonder. En dan is de volgende vraag meteen, wie is die bijzondere mens achter die bijzondere promotie? Nou, voor de oplossing ga je dan te raden in een cv, in jouw geval op bladzijde 143. Daarin is te lezen dat je een soort mondiale zwerver bent, die niet de beroerte is om stukken van de wereld te bereizen om vooruit te komen. Didam, Doetinchem, Philadelphia, Emmen, Mikubi, Zwolle, Arnhem, Nijmegen en ook nog een beetje Maastricht. Dat avontuur in Philadelphia, dat zal professor de Mokowski zeer bevallen, ondanks dat je daar op de verkeerde afdeling bent terechtgekomen. En uit dit rijtje blijkt ook een mate van onrust, ambitie en nieuwsgierigheid. Verder zegt het cv, afzien van een leuke foto, eigenlijk helemaal niks over de mens de Dorsthorst. Dus als je een cv niet genoeg hebt, dan kan je ook naar het dankwoord gaan. Vanaf bladzijde 154, 4 pagina's lang. En dan kom je erachter. Mijn god, wat ben jij gezellig, hier. Ik heb voor de zekerheid nog eens gekeken naar mijn eigen dankwoord in mijn eigen proefschrift. Nou, daar staat één keer het woord Bourgogne in. Maar bij jou is dat een heel ander verhaal. De steekwoorden die daarin voorkomen. Ik heb het opgeschreven. Hardlopen, 2 keer. Badminton, 1 keer. Sport, 3 keer. Nou, dat is acceptabel. Maar dan. Weekendje weg. Culinair. Eten. Lunch. Diner. Allen 1 keer. Boterham. Hagelslag. Feest. Festival. Ook alle 1 keer. Drank. Sap. Bier. En Warsteiner. Ook 1 keer. Koffie 6 keer. En borrel 4 keer. Ik miste nog net de woorden sigaret, joint en cocaïne. Maar verder zijn alle geestverruimende middelen en momenten die nodig zijn om een goede wetenschap te blijven ruimschoots aanwezig. Houd dat vol. Manon, proficiat met je mooie proefschrift en je succesvolle verdediging. Je zult een goede collega worden waar de Nederlandse urologie trots op kan zijn. Uiteraard wil ik ook je ouders bedanken en de alle niet te benijden partner Kees. En geniet van dit promotiemoment en veel succes in de toekomst. Ik wil je ook graag feliciteren namens de Universiteit Maastricht. Heel goed gedaan, heel goed verdedigd, hele mooie dia's, strak vergaan. Dus mijn complimenten daarvoor. Dank u. Dus nu is het klaar. Horeca Esther. We hebben nog 1 praktisch iets. We willen graag een foto maken. Dat doen we vanwege de coronamaatregelen hier. Normaal gaan we naar de trap, maar we willen iets meer vrijheid, dus gaan we dat hier doen. En dus de vraag is of u even kunt blijven zitten, een foto maken en dan mag u doen wat u wil. Daar gaan we niet meer over doen. Goed? Ja.